Hallo allemaal, ik ben Van de Boezekol, servicemonteur bij HCS Company. En vandaag gaan we nu kijken naar hoe verkeer nou tussen services op een Kubernetes of OpenShift cluster, want het is gewoon Kubernetes, gerouteerd kan worden. Dus hoe komt verkeer van microservice A nou bij microservice B terecht? Dus laten we tegelijk naar een terminal vliegen, in dit geval webconsole, kunnen we gaan kijken. Ik zit hier in OpenShift webconsole. Ik heb een project dat heet Is It Friday? En daarin heb ik een deployment. Is It Friday? En we zien mijn deployment heeft 3 pods. En als ik ook op die pods klik, dan zie ik, ik heb hier 3 pods met allemaal een mooi gegenereerd naampje. Eerst een stuk voor de versie van mijn deployment en dan een stuk om de pod te identificeren. Ze gebruiken allemaal een beetje geheugen, wel 25 megabyte, hele grote containers. Ze gebruiken geen CPU op het moment, want ze zijn idle. Maar binnen het cluster wil ik hier naartoe kunnen connecten. Dus wat moet ik daarvoor doen? Daarvoor moet ik of de pod IP-adres uit mijn hoofd weten, of ik moet een service gaan maken. En die service gaat mijn DNS-entry geven. En als ik die resolve, krijg ik iets van een IP-adres terug. Met welke IP-adressen? Dat kan nog verschillen. Dus ik ga hier in OpenShift ga ik naar de services-stap. En dan zie ik dat in deze namespace heb ik 4 services aangemaakt voor dezelfde deployment. Ik heb degene die ik uiteindelijk wil gaan gebruiken. Die heet Is It Friday? Maar ik heb ook een Is It Friday cluster IP, een Is It Friday headless en een Is It Friday node port. Laten we eerst eens naar die headless gaan kijken. Als ik kijk naar de YAML, hoe die eruit ziet. Ik zal de lettertjes nog eentje groter zetten ook. Dan zien we het is gewoon een service object. Nou, hij heet Is It Friday headless. Hij staat ineens Is It Friday en we hebben wat gegenereerde dingen. En dan krijgen we de spec. Nou, een hoop daarvan is automatisch voor me ingevuld. Wat ik had gemaakt is ports, protocol TCP, port 80 is target port 8080. Dat betekent als ik deze tegen service aan ga praten, dan praat ik tegen port 80, maar we gaan naar port 8080 op de containers die hierachter hangen. Onderaan hebben we staan selector, die heb ik erin gezet. Die zegt deployment Is It Friday. En dat betekent dat we alle pods in dezelfde namespace als deze service gaan pakken, die het labeltje deployment Is It Friday hebben. Nou, als ik hier naar pods toe klik, dan zien we ook dat hij die 3 pods achter deze service gepakt heeft. Heeft hij gewoon gedaan door een selector te draaien van geef me alle pods met dit label. Gaan we terug naar YAML. Zie, ik heb deze headless genoemd. Dus dan krijg je een leuk effectje. Normaal als ik cluster IP niet invul, wordt er automatisch een cluster IP toegekend. Een cluster heeft een IP-reeks. Ja. Op OpenShift is dat meestal 172.30, want dat is de upstream default /16. En elke service krijgt daar een IP-adres in. En dus als ik die DNS-naam ga opvragen, krijg ik dat IP-adres terug. En dan wordt op je virtuele netwerk, je SDN eronder, worden wat leuke firewall-regels en dingen gedaan. Het kan ook met pods, met proxies draaien, maar meestal doen we dit op firewall-niveau. Dat als ik tegen dat IP-adres aanpraat op een van de poorten die hier onder ports genoemd staan, dat we het gaan routeren naar een van de pods die hierachter zit met dit nummer. Een service-object is in principe een load balancer. Maar toen ik deze aanmaakte, heb ik gezegd cluster IP non. Dus ga ik nu een terminal pakken. Ja, ik zit hier in een debugpot en ik zeg get end hosts Is It Friday min headless. En dan mag ik gaan uittypen. Ik mag zeggen punt is it Friday, want dat is mijn naam, namespace, punt svc, punt cluster, punt local. Ja. Maar omdat ik in dezelfde namespace zit, mag ik gewoon zeggen, is it Friday headless? En ook dat .cluster.local mag je er gewoon standaard aflaten. Dus ik zou ook al mogen zeggen, is it Friday, .is it Friday? Nou, die weet hij te vinden, is it Friday.svc. Dat zijn allemaal standaard mijn search domeinen. Dus ik ga nu gewoon alleen de korte naam gebruiken. Maar je ziet, omdat dit een headless service is, krijg ik nu 3 entries terug. En dat zijn precies de 3 IP-adressen van mijn pods. En ik zie dat het pod IP-adressen zijn, want mijn pod IP-reeks op dit cluster staat op 10.128/16. En hebben we hier aan deze getalletjes kunnen we nog zien op welke noden het draait. Ook als ik zou opzoeken welke nodes, welke subnetjes hiervan gekregen hebben. Dus dat is een headless service. Dus een headless service gaat geen load balancing voor je doen. Het enige wat een headless service doet is op de DNS dus de IP-adressen van de pods die erachter zitten teruggeven. En als je applicatie zelf wil load balancen bijvoorbeeld, is dat misschien precies wat je wil doen. Gaan we terug naar de terminal. Ik had meer services hier staan. De volgende is het gewone
cluster IP service. Als ik die ga bekijken. Dit is de service die mensen meestal aanmaken. Als je intypt OC Expose of kubectl expose is dit wat je gaat krijgen. Hij heeft een naampje gekregen. Hij zit in een namespace. Ik had geen cluster IP opgegeven. Maar omdat ik niet cluster IP non gezet had of iets anders, heb ik automatisch een cluster IP toegewezen gekregen. Dat IP families, dat komt omdat mijn cluster single stack IPv4 is op het moment. Anders zouden we hier ook IPv6 bij zien als de dual stack was. Of IP families IPv6 als mijn cluster single stack was. Ik heb dezelfde poorten, dus we gaan op de service poort 80, gaat weer naar poort 8080 op de pot erachter. En we zien er is een cluster IP aan de pot toegekend, die heb ik niet opgegeven. En hij heeft hier ook staan, type is cluster IP. Dus dit is een cluster IP service, het is een single stack en we hebben dezelfde deployment erop zitten. Ga ik nou hier doen die get and host, is it Friday min cluster IP. Ik heb er 3 pots achter zitten. Maar ik krijg alleen maar dit ene IP-adres terug. 172.30.101.248. En die blijf ik elke keer terugkrijgen. Ga ik vanuit mijn cluster, want dit IP-adres is niet van buitenaf beschikbaar, hier tegenaan praten. Dan gaan we aan de hand van load balancing, slimme firewall regels, gaan we heen en weer tussen de verschillende pots. Daar kan je nog een hoop dingen aan regelen, maar daarvoor wijs ik naar de OpenShift of de Kubernetes documentatie. Dat is de tweede type service. Dat is degene die je het meeste zult zien. Gewoon een cluster IP service. Meestal is dat degene die je maakt. Ik heb nog een paar services staan. Ik heb ook een noodpoort service gemaakt. Als ik daarop klik, dan zien we hier in het overzicht zien we al een paar interessante dingen. Hij zegt hier al accessible outside the cluster. Maar dan moeten we even goed gaan scrollen. En dan zien we hier dat poort 80 van mijn service is op alle nodes van mijn cluster beschikbaar op poort 31597. Ja. Kunnen we kijken of dat inderdaad zo is? Dan pak ik hier nog even een terminal erbij. Dit is toevallig op virtuele host. Hè? Als ik nou zeg curl http. Ik heb bijvoorbeeld worker 01. Mijn domein. Hè? En ik moet even het poortnummertje opzoeken. Dat was 31597. 31597. Dan krijg ik inderdaad mijn applicatie terug. Ik neem dit op donderdag op. Dus als jullie op vrijdag zien, zou het 0 nachtje slapen moeten zeggen. Weet je, wacht, we zetten het even bij NTS is 0. Hier, het is vrijdag. Het is sudo Friday. Dus ik kan nu op elke poort van mijn cluster kan ik deze service bereiken. Dit is fijn als ik een keer mijn cluster in wil krijgen vanaf extern. Ja? Maar ik heb één probleem. Ik mag niet zelf kiezen welk poortje dit wordt. Als de service er eenmaal is, staat het poortje vast en wordt opgeslagen in de metadata. Hij is op alle nodes van mijn cluster beschikbaar. Dus ik zal nu zelf hiervoor een externe load balancer moeten gaan opzetten. Dat is leuk. Hè? Dus ik kan gewoon een HA-proxy ervoor zetten. Ik kan iets van Big IP doen of zo. Ik kan een Nginx ergens doen. Alleen, ik moet eerst mijn service aanmaken op mijn cluster. Dan krijg ik dat IP-adres pas terug. Hè? De noodpoort. Dan kan ik die externe load balancer gaan inrichten. Hè? Het is een optie. Het is misschien niet je favoriete optie. Dan hebben we nog de laatste. Die gaat nog een stapje verder. Oh, laten we eerst de YAML bekijken. Hoe heb ik deze, nou, die noodpoort service gemaakt? Nou, het is weer gewoon exact hetzelfde. Hij heeft metadata, hij heeft een naampje. Hij heeft een cluster IP gekregen van binnen in het cluster. Als ik deze ga opvragen. Laten we dat er gelijk even doen ook. Als ik vraag om noodpoort. Dan krijg ik zijn interne IP-adres terug. En niet zijn poortje op externe dingen. Dus van intern in mijn cluster kan ik hem ook blijven gebruiken. Het enige wat ik hier extra bijgezet heb, ik heb gezegd type is noodpoort in plaats van type is cluster IP. Als je de cursor erboven houdt in OpenShift, gaat hij ook uitleggen wat die verschillende dingen zijn. Dus ik heb hier type noodpoort. Er is één type service die we trouwens niet gaan doen, dat is external name type. Die gaat alleen maar zorgen dat de host resolve naar een C neemt voor een externe service. Dus als je applicaties niet wil vertellen van je moet naar deze database.intern netwerk, maar je wil gewoon naar database connecten, terwijl je naar een externe database gaat. Kan handig zijn als je in meerdere omgevingen deployt en je wil je applicatie altijd gewoon naar dezelfde hostnaam laten wijzen. Maar ik heb hier type noodpoort gezegd. Daardoor heeft hij dus dat poortnummertje gepakt. Je ziet dat noodpoortnummertje hier heb ik niet met de hand ingevuld. Dat heeft de controller aangemaakt toen ik hem aanmaakte. Dat mag je als gewone gebruiker ook niet zelf gaan kiezen. Die wordt random toegewezen. Dus noodpoort 31597.
heeft hij ervan gemaakt. En dit ziet hij hier onder die poort terug vanwege dat type noodpoort. Dan heb ik nog één laatste type. En dat is mijn gewone. Ja, die zou ik eigenlijk min load balancer moeten nemen. En dat is een load balancer service. Zullen we nou gaan kijken wat we hadden. We hadden eerst geen cluster IP headless. Daar hebben we toen een IP-adres op laten zetten. Toen hebben we bovenop die cluster IP hebben we ook nog een noodpoort service laten maken. En dan komen we bij load balancer. Die gaat nog een stapje verder. Die doet die noodpoort en die cluster IP. Want ze bouwen op elkaar door. En die gaat dan een externe load balancer hier naartoe laten wijzen. En wat die externe load balancer is, dat hangt er helemaal vanaf op welke cloud provider je gedeployed staat, wat voor load balancer controllers je hebt. Als ik nou ga kijken, zie ik deze heeft een extern IP-adres gekregen, 10.1.0.104. Dat is het IP-adres van mijn externe load balancer. Dat zit niet op mijn cluster. Ga ik nou naar een terminal en pak ik van die oude noodpoort, pak ik nu gewoon 10.1.0.104. En dan moet ik wel 104 typen. Dan kom ik hier gewoon ook op mijn webpagina uit. Dit IP-adres is niet iets intern op mijn clusters. Dit is echt gewoon een extern IP-adres op mijn netwerk. Wat toevallig naar die noodpoort services uitkomt vanwege een load balancer die op dat IP-adres zit. En die load balancer is geprovisioned door mijn OpenShift cluster. Dus hij is niet geprovisioned, hij is geconfigureerd om OpenShift cluster. Laten we gewoon kijken hoe dat werkt. Ik heb hier die service, is it Friday, die is type external load balancer. En je ziet, hij heeft gewoon een noodpoort toegewezen gekregen ook weer, net zoals mijn noodpoort service. Want een load balancer bouwt bovenop noodpoort, bouwt bovenop cluster IP. Gaan we nou hiervan naar de YAML kijken, hoe heb ik deze nou geconfigureerd? Zien we, het is gewoon weer een naampje. Ik had deze ook is it Friday mijn load balancer kunnen noemen. We hebben wat automatisch gegenereerde velden als UID, creation timestamp. Nou, kijk naar het spec. Ik had geen cluster IP erin gevuld. Die is automatisch aangewezen. We hebben external traffic policy. Dat is wel een beetje belangrijk als je met load balancer service werkt. Van gaan alle nodes in mijn cluster nou zichzelf adverteren als we hebben deze service of alleen maar de nodes waar mijn pods echt op draaien. Nou, kan heel erg uitmaken als je heel veel traffic krijgt en je wilt goed gerouteerd krijgen. Onder de poorten, we zien een noodpoort is weer toegevoegd ook automatisch. Want load balancer bouwt bovenop noodpoort. Dat is een cluster IP. Er staat, moeten we noodpoorts allokeren voor de load balancer? Ja, graag. Heb ik niet hoeven invullen, is de default. Maar wat we vooral zien hier is type load balancer. En die heeft vervolgens ook onder status een load balancer IP toegedaan. Heb je nou meerdere ranges waarvan sommige automatisch aangewezen kunnen worden en andere met de hand geallokeerd moeten worden? En ik wilde deze service altijd op een bepaald IP-adres terechtkomt, dan mag je, als je van je cluster admin een IP-adres gehad hebt, mag je zeggen load balancer IP dubbele punt 10.1.0.104. En dan zal ik die load balancer altijd met dit IP-adres proberen te provisionen. Is dat IP-adres niet beschikbaar, valt het buiten de reeks die je load balancer operator of ding heeft, blijf je op pending staan. Heeft iemand anders hem al in gebruik, blijf je op pending staan, tenzij je allebei een annotatie hebt dat je binnen dezelfde groep hoort. Dus meestal heb je dan hier meerdere reeksen voor. Eén reeks voor dynamische allocatie en één reeks die met de hand zijn uitgegeven. Ik denk dat ik van tevoren DNS hiervoor kan gaan opzetten dat alles goed komt. Ik ga deze er even niet opslaan, want ja, zonde van de tijd. 10.1.0.104 is automatisch toegekend. Die ga ik er nu niet met de hand opzetten. Heb je nu DNS laten editen en alles, je infoblocks of je bind, en je wil dat hij volgende keer weer terugkomt, kan je hem natuurlijk wel inzetten. Maar dan moet je wel zorgen dat deze niet automatisch aan andere mensen uitgewild kan worden op een nieuw cluster. Dus ik ga deze even cancelen, want ik ga deze niet zo opslaan. Dus dat zijn vier verschillende soorten services. Dus als we gaan kijken, nog even een overzicht. We hebben een headless service. Die is van het type cluster IP, maar we zeggen cluster IP non. Dan krijg ik in DNS krijg ik de IP-adressen van al mijn nodes terug. We hebben cluster IP. Dan krijg ik een uniek toegekend IP-adres voor deze service terug. En als ik er tegenaan praat, zit daar een load balancer achter die op Kubernetes zelf draait. Meestal domme round robin die naar mijn verschillende services erachter gaat. Noodpoort is een cluster IP, maar we maken die service ook beschikbaar op een willekeurig hoog poortnummertje op al je nodes. En dan type load balancer. Die doet een noodpoort, maar die configureert provisioned ook een externe load balancer met een extern bereikbaar IP-adres. Dat kan een hele handige zijn trouwens als je iets anders dan HTTP wil
exporteren vanaf je cluster. Want de meeste ingress controllers zullen alleen maar HTTP, HTTPS en soms gRPC doen. Volgende video gaan we kijken naar hoe je zelf nou zo'n load balancer provisioning op je cluster kunt zetten als je niet op een cloudboer zit die het ingebouwd heeft voor je. Want op een AWS, een Azure, een GCP krijg je dit cadeau. Maar draai je op bare metal of VMware, nou UPI of IPI is, heb je niet van zo'n service, zullen we zelf wat moeten gaan maken. Is nog één vijfde type, die staat hier eigenlijk niet bij. Kunnen we alweer terug gewoon gaan naar groot. Vijfde type is het type external name. En external name doet geen cluster IP. External name doet geen node ports. External name doet helemaal niks. Behalve dan dat DNS record aanmaakt. Dat als ik die service opvraag, dat die me een bepaald DNS record terug gaat geven. Een CNAME. Dus zo'n service hang ik niet met een selector voor wat pots. Zo'n service doe ik als ik wil dat in welke namespace ik ook zit, ik gewoon kan connecten naar de service database. En dat afhankelijk van de omgeving of wat ik geconfigureerd op die service, we naar een andere externe naam gaan zetten, daar vandaan met een DNS CNAME. Kan het makkelijk maken om een endpoint te veranderen zonder configmaps te moeten updaten of applicaties te moeten omkatten. Dus nog even in het kort. We bouwen services op. Helemaal onderaan, headless service, heeft niks, weet alleen maar de IP-adressen van de pots erachter. Doen we cluster IP, dan krijgen we opeens een eigen IP-adres met een load balancer die round robint over je pots. Of op een slimmere manier load balanced. Dan krijgen we node port, dat is cluster IP, maar beschikbaar op poortjes op je nodes. En dan krijgen we load balancer, dat is node port, maar ook met een externe load balancer die naar die node ports gaat load balancen voor je. Dus ik hoop dat het interessant was. Dit is hele goede basiskennis voor volgende video's waar we dingen gaan over leuk als MetalLB en BGP. Voor nu hoop ik dat je er wat van geleerd hebt. Vond je dit interessant? Klik op het like knopje. Wil je meer van zien? Klik op het subscribe knopje. Zeg je van, hij had het helemaal fout. Goed voor de engagement in YouTube. Lekker commentaar achterlaten. En anders tot de volgende keer. Onthoud HCS Company. Ook voor al je Kubernetes services. Tot ziens.